Ik ben zelf, zolang ik zelf kan herinneren, ben ik altijd iemand geweest, ook als kind zijnde. Een kind die altijd makkelijk had. Makkelijk had in de zin van in de omgang met andere mensen, in, op school, in de Koranenschool, buiten spelen. Dus ik had nooit in mijn leven een gevoel gehad van, ik zit niet lekker in mijn vel. Dus ik had echt hele fijne jeugd gehad. Nou, ik kan me echt heel goed herinneren toen de burgeroorlog uitbrak. Als de dag van gisteren. Dat is een beeld wat bij mij nooit weggaat. Het was 26 december 1990 op een zondag. Op een gegeven moment hoor ik geschoten aan een echte mortier, aan weet ik veel allemaal, echt geluiden wat je nooit daarvoor gehoord hebt. Dode lichamen op de grond, dan mensen gewoon lopen overheen. En echt totale chaos. Het is echt alsof de dag des oordeels uitbreekt. Natuurlijk, aan de ene kant wil je naar Europa, absoluut, want we hadden ervaring. Mijn ouders kwamen regelmatig. Voor ons was Europa niet echt bijzonder nieuw in dat opzicht. Dus we hadden dat niet het gevoel van, oh, we gaan naar Europa. We komen in paradijs wonen, totaal niet. En voor mezelf persoonlijk, hoe wil ik naar mijn zin hebben nu, kon ik nog steeds niet aan dat idee wennen van dat ik niet in Somalië kan wonen en iets voor kan betekenen. Eind november 1991, dus halverwege november geloof ik, 15, 14 november, ben ik vanuit Nederland vertrokken naar Amsterdam. Via Frankrijk en op een gegeven moment kwam ik met de trein, met mijn moeder, met twee broers en zusjes, kwam ik in Amsterdam aan. Misschien één of twee momenten dat ik echt in contact ben gekomen met een blanke man of vrouw in Somalië. Dus in dat opzicht was dat ook voor mij echt wel zoiets van, wow, zoveel blanke mensen in één keer. Was ik op een gegeven moment met mijn vrouw op straat, lopend. Want mijn vrouw is, ik heb een slemmetje achtergrond en mijn vrouw is ook moslimma. En die is echt behoorlijk bedekt, behalve het gezicht echt traditioneel islamitisch aangekleed. En op een gegeven moment in Amsterdam Stadhuis, in de Bijlmer, een blanke man op de fiets. Roept hij gewoon echt hard op, veile trut, ga terug naar Saudi-Arabië. En een obah is echt een hele sterke vrouw. De Alette Jacobs van Somalië. Een echte van hart en neer en feminist. Alleen met grote gewaarden. En toen zei ze van, als je maar genoeg bent, dan moet je gewoon nu gaan staan. En van je fiets afkomen. En nog een keer tegen mij zeggen. Echt achter hem gaan rennen. Achter die fietsend man. En ik dacht van, kom, opa. Dat heeft geen waarde, kom. Gewoon negeren. Dat is enig moment. Maar ik denk zo'n verdwaalde geest. Als je het hebt over waar ik graag in Amsterdam kom. Ik heb echt geen bepaalde plekken. Voor mij is het, zodra ik in Amsterdam binnenkom, is het voor mij het gevoel van, ik ben thuis. Waar ik me over 20 jaar zie. Kijk, Nederland, ik heb hartstikke naar mijn zin. Ik voel me nuttig. Ik ben van huis uit maatschappelijk werker en ik ben dagelijks daarmee bezig. Dus voor Nederland ben ik niet overbodig, naar mijn gevoel. Ik kan prima een rol vervullen. Maar ik denk dat ik misschien nog een noodzakelijkere rol kan vervullen in Somalië.